Vastgoed is best wel een behoorlijke uitstoter van CO2 in Europa en daarmee dus ook in Nederland. Maar we willen graag meer doen. Dat doen we vooral eigenlijk door middel van het isoleren van de woningen. We vinden dat we in eerste instantie de energievraag moeten beperken door middel van isolatie. Of als er bijvoorbeeld nu oude cv-ketels nog zijn in de woning, dan vervangen we die. Dus als we op een of andere manier voor kunnen lopen daarmee, dan doen we dat graag. En als we daarmee bewoners inspireren, dan is dat helemaal fijn. We zijn de samenwerking aangegaan met Life Terra voor de komende 5 jaar. De gedachte daarachter is om alle bewoners van ons die nieuw bij ons komen huren een boom te geven als cadeau. Dus a tree for a key. Veel van onze bewoners wonen in een stedelijke omgeving, dus die kunnen vaak geen boom in hun eigen tuin zetten. En op deze manier dragen we ook bij aan het doel van Life Terra. We zijn vandaag op Heerlijkheid Mariënweerd. En wij planten verschillende bomen op deze locatie, omdat deze locatie is aangetast door de essentaksterfte. Dat is een soort schimmel die in de bomen gaat zitten, waardoor de essen massaal zijn gestorven. We planten vandaag zo'n 400 bomen. Nou, dat is een klein begin. De komende jaren zullen we zo'n ruim 10.000 bomen gaan planten. We hebben ook veel bedrijven die met een team komen planten. En daarbij heeft iedereen natuurlijk zijn kloffie aan, is iedereen eigenlijk in de klei bezig om hetzelfde te doen. Er zijn collega's die elkaar niet vaak zien binnen het bedrijf, die dan samen een boom planten, ja, dat schept een band. Het is echt weer even wat anders dan achter je bureau. En je leert elkaar wel kennen, dus wij werken normaal eigenlijk nooit samen, dus het is wel leuk om ook een keer samen te werken. Je hebt wel misschien wel net wat andere gesprekken inderdaad als je naast elkaar staat te ploegen in het bos. Ja. Dat is wel even wat leuker dan een normaal moment, ja, op kantoor. Ik merk dat het voornamelijk bij jongere generaties enorm leeft, maar dat het nu ook door begint te dringen tot steeds oudere generaties. Het belang van biodiversiteit. Het stemt mij hoopvol dat ik zie dat er heel veel initiatieven worden ontplooid, dat we ook veel vragen krijgen vanuit onze bewoners. Ik hoop dat iedereen ook weer hier na vandaag teruggaat naar zijn gezin, naar andere collega's en spread the word. Dus dat maakt mij wel hoopvol om eigenlijk op die manier de bal een beetje te laten rollen. Life Terra is co-financed by the European Commission through the Life Programme.